Welkom bij Sinjak Delfshaven. We beginnen deze keer aan de nieuwe binnenweg. Abu Talib kwam daar op bezoek met de boodschap: meer pinnen, minder contant geld op zak, minder overvallen. Oké, okay. Ja, nee, is prima. Ik probeer het even. Waar is Juf Verbeek? Je kunt gelijk aan de slag, kijk. Hallo, Camilla. Hallo, Henkel. Zo. Ja, rood is een hoofd. Burgemeester Abu Talib, wat is hier vandaag gebeurd? Nou, we zijn bezig in Rotterdam met de aandacht te vragen bij kleine ondernemers voor het pinnen. En dat is onderdeel van een beleid wat wij als Rotterdam uitvoeren om roofovervallen tegen te gaan. Ik ben zelf voorzitter van de Taskforce Roofovervallen landelijk. Maar dat betekent ook wel dat mijn gemeente veel aandacht besteedt aan het thema. Uitgangspunt is kleine ondernemers, geen cash in kassa, minder kans te worden overvallen. Hoe lang heeft u een pinapparaat? Sinds vandaag, over een paar uurtje. Ja, de burgemeester heeft hem als eerste gebruikt bij ons. Dus dat is wel iets bijzonders voor ons hoor. Is het nou handig, zo'n pinapparaat, voor kleine boodschapjes? Ja, er komen wel vaak iets verderop. Heel veel studenten die die komen dan hier kleine dingen kopen. Meestal hebben ze dan net geen genoeg contant geld. Dan kunnen ze gewoon pinnen bij ons. Nu bent u een nieuwe ondernemer hier op de Binnenweg met de Sperwer, broodbakkerij. Brengen jullie ook nieuwe producten nu? Hij is beter dan mij kan vertellen. Hij is mijn uitste. Bezig met een aantal veranderingen. Binnenkort, over een maandje of 2 à 3, denk ik dat we de zaak helemaal gaan veranderen. Ook achter gaat hij inloopkoelkasten en inloopdiepvriezen. Kijk, we hebben nu een bakkerij dat echt veel een doelgroep was. En de doelgroep van nu was puur Turks gemeenschap. Maar ik zie dat echt totaal fout. Kijk, we hebben een nieuw binnenweg, vooral hier in het West, is het veel cultuur heb hier. En ik ben ook bezig met nieuwe Hollandse gebakjes. De bedoeling is dat deze week veel wijkagenten de straat op gaan om aan de ondernemers uit te leggen hoe belangrijk het is dat zij over pinautomaten beschikken. Veel ondernemers schrikken voor de aanschafprijs van zo'n pinautomaat, maar weten niet dat er ook subsidies voor te krijgen zijn. En u hoorde mij net praten ook met de banken, want voor het pinnen wordt enige kosten in rekening gebracht. En het zou belangrijk zijn als de banken de komende tijd ervoor zorgen dat de kosten zo laag mogelijk zijn, dan wel tot nul worden teruggebracht als ondernemers aangesloten kunnen worden via een bepaald systeem via internet in plaats van via telefoon tikken. Ik ben Mark Buitenhek en ik ben binnen ING verantwoordelijk voor het betalingsverkeer wereldwijd. Wat is er vandaag gebeurd wat zo belangrijk is? Nou, we hebben weer een ondernemer erbij die over is gegaan op pinnen. Zoals u weet is pinnen goedkoper dan betalen met cash. En bovendien is het een stuk veiliger dan betalen met cash. En hoe weinig cash in de kas, hoe minder cash in de kas, hoe minder kans op overval. Dus wij als banken zijn hier heel blij mee, ook omdat voor ons cash ongelooflijk duur is. Maar gaat het de ondernemer nou niet meer kosten? Nee, we hebben samen met de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen, waar banken en ondernemers samen lid van zijn en die samen opgericht hebben, hebben we onderzoeken gedaan. Dat hebben we al 2 jaar geleden gedaan. En daar is al vastgesteld dat pinnen al goedkoper is dan cash.
wij zelf als gemeente bieden een veiligheidsscan aan. Dan komen mensen de winkel binnen die met de ondernemer samen kijken naar het hele veiligheidsconcept van de winkel. Dat doen wij gratis. En daarnaast is het mogelijk om ook met subsidies van de gemeente, bijvoorbeeld als het nodig is, of rolluiken of camera's te installeren. Of een DNA Selecta, dat is zo'n apparaat wat een DNA douche afgeeft als een roofovervaller wegvlucht. Vandaag in Rotterdam de eerste winkel die een namens de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen een gratis betaalapparaat krijgt uitgereikt. En ik ben heel erg blij, want het is een klant van ING en dus ook een apparaat voor ING. Het aantal overvallen is vanaf begin van dit jaar teruggelopen met zo'n 9-10%. Dat is op zichzelf een bemoedigend cijfer. In Rotterdam doen we het iets beter dan gemiddeld, zo'n -15%. Maar eigenlijk moet dat -30% zijn. Dat is wat ik beloofd heb ook aan oud-minister Ernst Hisbalin, die met dit programma is begonnen. We zijn nu juist in deze maand november begonnen omdat dan de donkere dagen aankomen. En wij zien juist in de statistieken dat de meeste roofovervallen in de donkere dagen plaatsvinden. Tussen november en februari. Vandaar dat deze actie nu loopt. Als we erin slagen in deze periode het aantal overvallen terug te brengen. Dan wel om de kans te vergroten op heterdaad. Het betrappen van dieven zoals wij van de week ook in Rotterdam iemand hebben opgepakt. Dan kun je daarmee denk ik een wezenlijke bijdrage leveren aan het beveiligen van de winkels. Cineac Delfshaven is wel voor iedereen. Kijk het dus. Express Yourself, een dance battle in het WMDC. Yeah. You know, technically, I'm not even really supposed to be here right now. Mijn naam is Pro X en ik ben jullie host voor vandaag. Op de Wheels of Steel hebben we Mr. Bridde, DJ Bridde en DJ Mixture. Onze dame van de avond. Ja toch, yes. Ik ben Wilson Almeida Duarte, ook al bekend als Wilde Willy, dans van Groove Kings. En ik ben de mede-organisator van Express Self bij WMDC. Express Self is een dansbattle waar het om gaat dat je meer gaat leven tot de muziek. Dus je gaat meer dansen op de muziek die gedraaid wordt. Dus als er een dancehall wordt gedraaid, moet je je beste dancehall moves gooien. Als er een hip-hop muziek wordt gedraaid, moet je je beste hip-hop dansjes gooien. En ja, het is gewoon echt aanpassen op alles eigenlijk. Ja, want hoe is Express Yourself eigenlijk ontstaan? Express Yourself is vorig jaar ontstaan door de leider van Groove Kings, Randy Telg. En we hadden zoiets van Rotterdam heeft eigenlijk niks bijzonders meer qua dansevenementen. Toen dacht van Randy van ja, we beginnen eentje gewoon en dan zien we wel hoe het gaat. En ja, tot nu toe is het best wel goed. De finale is 28 november. En waar moeten de mensen dan zijn als ze daar naartoe willen? Naar Pieter de Hoogweg, 125 bij WMDC zelf. Dat is het gewoon. Dankjewel. Ik ben Chino. Ik ben Trishoni. En jij hebt net gedanst en jij hebt de vorige editie gewonnen. Ja. Dan wil ik eerst van jou weten, hoe was dat? Nee, dat is de eerste keer dat ik mee heb gedaan aan Express Yourself. En het was een hele leuke ervaring. Ik vind het sowieso een heel goed concept wat Groove Kings heeft opgezet. Jij hebt net gebattled. Ja, daarom echt. Feisty chick, man. How did you do it? Ja, gewoon luisteren naar de muziek. Ze was echt hard, hoor. Mijn tegenstander was echt goed. Dus ik heb heel veel respect voor mijn tegenstander. Maar ja, ik heb gewoon echt mijn best gedaan, gewoon goed geluisterd naar de muziek. En gewoon zoals het zegt, express yourself. Mezelf gewoon uitgedrukt op de muziek. Wat is Worm? Een documentaire van Reinier Mouthaan en Inge Jansen. Er
Dus het is niet, maar niet slechts een muziekpodium, het is niet slechts een plek voor film, het is niet slechts een plek voor media. Dat hele, ja, het hele do-it-yourself, dat zowel in ja, het gebouw naar voren komt, maar ook in de manier waarop mensen werken. Bijvoorbeeld in de studio's. Je kunt zelf een film maken, je kunt zelf... iedereen kan muziek maken in principe. Wat kunnen mensen hier doen? Ze kunnen hier werken aan analoge geluiden. Wat je ziet hier zijn analoge synthesizers, uit de begin jaren 70. Dan moet je het echt helemaal zelf doen. Er is geen preset die je bij helpt van ga naar menu. Nee. Daar staan de oscillatoren. Jij gaat draaien, jij gaat schakelen en patchen en dan, ja, dan maak je muziek. Yo, bedenk. Hey, zeg jij van de week hadden jullie toch problemen met die R5 om het geluid eruit te halen en te routen? Want ik zet hem nu aan en dan krijg ik ook weer geen geluid. Zelfs als ik gewoon heel simpel via kanaal 1 en 2 de mixer inga. Voor mij was het een gevoel. Toch ook wel een beetje familie. Leuke mensen, leuke plek, ongedwongen sfeer. Iedereen ja, draagt bij aan een beter Rotterdam of een mooi plekje. Worm is geïnteresseerd in een... Ja, ik zou zeggen in een bepaalde avant-garde of experimentele manier van werken met verschillende media, maar ook op een, ja, met een knipoogje. Ja, onze core business, zeg maar, is toch wel ja, muziek met een bepaalde edge. Voor ons is het een beetje een kwaliteit. Weet je, het moet niet altijd zeg maar, ja, rechtlijnig en ja, te makkelijk te zijn. Ik bedoel, mensen moeten zich ook een beetje uitgedaagd voelen om hier naartoe te komen. Ja, yeah, we join the dots as well between a lot of different things and also put contrasting things together. Maybe, sometimes the people wouldn't expect that. Entertaining the eccentric. Ja? Ik denk dat is het echt. Martinus Maarten, geboren in het jaar 316 in Hongarije. Hij wordt nu geëerd als Sint Maarten en we eren hem door liedjes te zingen. Sint Maarten was een heilige en dat was een, ja wat was hij? Oh ja, het verhaal gaat geloof ik zo dat hij op zijn paard reed en er zat een arme bedelaar aan de weg en wat deed Sint Maarten? Die had geen geld, die kon de bedelaar geen geld geven, maar wat deed hij? Die man had het te koud, dus hij stapte van zijn paard af en met zijn zwaard haalde hij zijn mantel door tweeën en zo gaf hij zijn mantel aan de bedelaar die het daardoor ook warm had. Volgens mij is dat het verhaal van Sint Maarten. Ik ga even uitleggen wat er gaat gebeuren. We gaan namelijk zometeen een lampionnetje pakken. Ga je eerst even kijken of hij het doet natuurlijk. Als hij het niet doet, er zijn er genoeg. Kan je misschien wel een andere vinden die het wel doet. En dan gaan we naar buiten. Even wachten. Gaan we naar buiten. En dan gaan we een rondje lopen door de Schoonerloosstraat. Nou, daar zijn we nu. Dus dat is makkelijk.
En dan gaat zometeen de helft gaat die kant op en de andere helft die kant op. We komen elkaar ook nog ergens tegen, maar dan lopen we niet de hele tijd op elkaar. C'est une chanson qui me ressemble, qui m'aime. Een staart, een meisje, ze hebben rokjes aan, daar komt Sinterklaas aan. Dat zijn hele boekjes. Zingen, ja. De koeien hebben staart op, de meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Sintermaatje aan. Zo, dat is echt mooi gezongen, zeg. Nou. Hartstikke mooi. Ik heb oh ja, eet gewoon lekker meteen. Allemaal vinzerijk voeding. Suikervrij. Ontbijtkoek, rozijntjes, gedroogde vijgen, appeltjes, allemaal, alles is verantwoord. Check elke maandag om 6:30 en 10:30 bij Siniak Dalshaven. In Buurthuis Open Huis is aanstaande donderdag de première van het toneelstuk Three Things, gemaakt door buurtbewoners. Ik ben Eva Visser. Ja, en ik ben vierdejaars student van de theatermaakopleiding in Tilburg. En ik maak als afstudeervoorstelling deze Delfshaven-productie. En dat is een wijktheatervoorstelling over de wijk Delfshaven. En wat gebeurt er allemaal in het stuk? Het stuk is het zijn drie verhalen, het stuk. En die drie verhalen die zijn tot stand gekomen door de verhalen en de ervaringen van de wijkbewoners. Die hebben we gedeeld met elkaar, geïmproviseerd, gerepeteerd en gespeeld. Ze gaan over ervaringen die zij hebben meegemaakt. Ze gaan over de personen zelf, van alles. Okay. Het is een luchtige scène, zijn het. En ook met muziek? Ook met muziek, ja. Dans? Ook, ja, ook. Ja. En wanneer is het? De voorstelling is op 18 november in het Buurthuis Open Huis. En op 27 november in het OT Theater. 'S Avonds, allebei. Hey, yeah! De loopplank en zijn bewoners. Wat is dit voor een project? We zijn even naar de overburen gelopen. We gaan even kijken bij de stichting Loopplank. We gaan gewoon aanbellen en even kijken of ze open gaan doen. Goeiedag meneer, mag ik even binnenkomen? Natuurlijk, kom verder. Kom even verder. Wie bent u? Ik ben Raymond van Masbergen en ik ben begeleider bij STC Groep de Loopplank. En begeleid kamerwoning komen jullie nu eventjes binnenkijken. We bestaan nu ruim 30 jaar en we zijn 2 jaar geleden opgegaan in het Scheepvaart en Transportcollege. En
Dat betekent dat we nu dus een onderdeel zijn van de school en we zijn de huisvestingtak van de studenten. Klinkt heel spannend, maar Scheepvaart Transportcollege, hoe moet ik me daarbij voorstellen? Het Scheepvaart Transportcollege is een maritieme opleiding. Daar kan je dus de binnenvaartopleiding volgen, de zeevaartopleiding, de logistieke richtingen. Sinds pas is er ook een stewardessenopleiding gestart. Er zijn internationale opleidingen, dat noemen ze NMU. Dat is een universitair niveau voor de zeevaart. Dus er zijn heel veel takken van onderwijs die gegeven worden binnen Scheepvaart Transportcollege. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Wie wonen hier eigenlijk? Waar komen al deze jongeren vandaan? Uit onze eigen Delfshaven of moeten we verder kijken? Ze komen zeker niet uit Delfshaven. Het zijn jongens die van heel ver kunnen komen, van de Antillen. En die in Nederland deze studie willen volgen. En dan eigenlijk automatisch, als je kiest voor de zeevaart, of in ieder geval in de maritieme wereld, terechtkomen bij het Scheepvaart Transportcollege. En aan de hand daarvan bij ons kunnen wonen. Maar je hebt dus ook jongens en een paar meiden. Die komen bijvoorbeeld uit Leeuwarden of uit Limburg, ergens uit een dorp vandaan. Dus eigenlijk jongens die minimaal een straal van, laten we zeggen, 80 kilometer hier vandaan komen. Jullie willen weten wat er te doen is? Ja. We gaan dan naar het clubhuis. En in het clubhuis is er nu soepmiddag. Van 6 tot 7 kunnen ze dan een hapje mee eten ter een vergoeding van 2 euro. En dan is wat brood, beleg, soep erbij. En de jongens hebben gelijk een leuk praatje pot. En dan later op de avond is dan gelijk clubhuis geopend. Kunnen ze wat spelletjes spelen, wat drinken. Zijn er meerdere van dit soort activiteiten binnen de loopplank? Wij hebben heel veel activiteiten. Zaalvoetbal, 2 keer per week kunnen ze eten. Dat is dus de soep. Dat is op de donderdag kunnen ze gewoon een maaltijd mee eten. Pauze. Pauze krijg je voor je hoofd. Dat is wel gevaarlijk. We hebben zaalvoetbal hier aan de overkant, zeg maar aan de achterkant van jullie wijkgebouw. Daarnaast hebben we ook gewoon losse activiteiten, avondje bowlingen, avondje naar de film, strandwandeling. Dus we proberen iedere keer wat leuks voor die gasten te organiseren. Binnenkort Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, dat soort zaken. Ja. Leuk, en dit is het clubhuis. Dit is het clubhuis, dus we gaan nu naar de jongens toe. Hoi, ik ben Bart. Ik zit hier bij de Leuken. En welke opleiding doe je? Net als iedereen. Ik zit op STC. Ik doe maritiem officier van de zeevaart dan. Ik kan of stuurman worden gewoon op de vaart of ik kan machinist worden. Hey, ik ben Jorg, ik doe de hogeschoolopleiding HBO MAROF, dus maritiem officier ook. En ik ben nu 21 jaar. En vind je het een beetje leuk? Ja, zeker wel. Ik doe nu mijn laatste jaar, dus gaat goed, ja. Matthijs, ik doe binnenvaart en dan de kapitein manager opleiding. En met als doel gewoon om kapitein te worden. En later de managementfunctie op de wal. Ik heet Mattia. Ik doe eigenlijk dezelfde opleiding als Bart. Dus ook maritiem officier. Ik ben Maurice. En ik doe de scheepse jachtbouwkunde hier op de STC. En dat wil zeggen? Het ontwerpen en bouwen van schepen en jachten. Dus dat is iets anders dan hier zo allemaal doen. Ik ben Bob. Ik doe ook maritiem officier. En ik ben 17 jaar. Trokken we uit de loterij een aardig prijsje. Zij tot bevrienden, maak met mij een aardig reisje. Die wou naar Brussel of Parijs, die weer naar Londen. Vooruit riep ik, we maken fijn een reisje langs de Rijn. In een wip, zakkernoot, zat een klepje op de boot. Ja, zo reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn. S'avonds in de maneschijn, schijn, schijn. Met een lekker potje bier, bier, bier. Aan de zwier, zwier, zwier. Op drie, vier, vier, vier. Zo reis je met... Waarom komen ze hier eigenlijk wonen? Zijn het moeilijke jongen of is het juist gewoon meer van... Hey, dan heb je een plekje? Het zijn eigenlijk jongens die bij hun ouders vandaan komen.
waarvan ouders het fijn vinden dat er nog oog in het zeil gehouden wordt, dat ze een vorm van begeleiding geboden wordt. En wij helpen ze dus bij het leren zelfstandig wonen, want vaak wordt hun bedje thuis nog opgemaakt, het eten gekookt, gelet dat ze naar school toe gaan. En ja, wij proberen wat van dat soort taken over te nemen. Ja, hoe lang mogen ze hier blijven wonen? Een hele studie of op een gegeven moment moeten ze er ook weer weg? In principe voor de duur van je studie. Dus er zijn dus mensen die vrij lang kunnen wonen. Als ze dus een paar keer blijven zitten of een overstap maken. Wat eigenlijk bij de loopplank nauwelijks voorkomt, moet ik wel zeggen. Want het scoringspercentage is heel hoog van de jongens die hier met een diploma weggaat. Maar het kan voorkomen. Maar in principe, de gemiddelde duur is 3-4 jaar. De school is hartstikke leuk en hier wonen is ook hartstikke leuk. Omdat er gekookt wordt voor je is ook heel leuk. Oh, dus je kookt niet zelf? Nee, heel weinig. En hoe, maar als je dus geen soep krijgt, dan wat eet je dan? Brakje van thuis. Brakje van thuis? Ja, de stampot en zo die mijn moeder heeft gemaakt. En die neem ik mee, ligt in de vriezer en die warm meer op. Dus dat is veel makkelijker. Kan je wel koken? Heel af en toe, als het uitkomt. Makkelijke dingen zoals spaghetti en zo, dat lukt wel. Ja. Hoe vinden jullie het om hier in Delfshaven te wonen? Lekker dicht bij school en ja, in principe een buurtje waar je wel alles in kan vinden. Van supermarkt tot elektronica tot, nou, alles wat je nodig hebt zit er gewoon. En ja, gezellig, dicht bij de metro, dicht bij de tram. Alles wat je nodig hebt, heb je onderhand bereik. Zou een van jullie mij een beetje in jullie kamer of in jullie huis eigenlijk kunnen rondleiden? Jawel, maar dan niet direct. Of moet ik eerst even opruimen. Opruimen. Zo kwamen we met prachtig weer, het eerst bij Keulen. Mijn tante walst over het dek als een jong veulen. Oom Kees nam zijn harmonica. Thijs, mogen we even met jou meelopen naar je kamer? Tuurlijk, ja? Mag het uit. En waar moeten we dan nu? Rechtdoor. En kan je me dan ook een beetje vertellen wat we zien? Dit is dan je hal, neem ik aan? Dit is mijn halletje. Daar is mijn kast met al mijn schoenen en dat soort dingen. Ja. Achter deze deur heb je de douche en het toilet zitten. Zo, dat is best nog groot. Dat is redelijk groot nog voor een studentenkamertje. De muziek en dat soort dingen, een joystick is vooral gewoon voor de fun. Voor de flight simulator. Chip simulator en allerlei dat soort dingen. Dus, Want merk je nou ook dat je in je vrije tijd ook heel veel nog met scheepvaart bezig bent? Meer met de luchtvaart. Want je wilt uiteindelijk piloot worden ofzo? Dat zou ik wel willen, maar dat is niet mogelijk. Maar het is meer gewoon, het is een hobby. Waarom is het niet mogelijk? Nou ja, de eisen voor de luchtvaart zijn gewoon veel, veel strenger. En waarschijnlijk is dat gewoon niet mogelijk. En ik heb daar geen zin in om dat uit te zoeken. Oh, okay. En de scheepvaart is gewoon mogelijk en dat is leuk. Dat is gewoon wil ik eigenlijk gaan worden. En luchtvaart op de simulatie is gewoon mijn hobby. Want wat word je nou eigenlijk precies? Ik word, als ik van school kom, dan ben ik stuurman. Dat houdt in dat ik in principe mag varen. En ik nog geen vaarbewijs heb. Ik moet nog een jaar varen. En dan heb ik mijn vaarbewijs en dan heb ik allemaal papieren. Dan mag ik een eigen onderneming starten, mag ik varen, dan mag ik alles. Ja, want ik heb wel begrepen dat veel schippers, dat dat eigenlijk allemaal eigen ondernemingen zijn. Wat is jouw droom? Ik heb nog niet echt een droom van ik wil of bij een rederij of particulier, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat ik wil gewoon varen. En of dat nou rederij is of particulier, dat weet ik niet. Dat is gewoon wat ik leuk vind, waar mijn interesses liggen, dat weet ik nog niet. Want er zijn zoveel verschillende soorten in de binnenvaart. Dat moet je gewoon eerst doen en dan pas weet je wat je leuk vindt. Hartelijk dank voor het kijken naar Cineac Delfshaven. Graag tot de volgende keer.